zone. Weet niet. Weet je de naam van deze groep? Wat is de naam van die groep? Wat de naam van die groep is? Oh, dan moet ik even denken, want... Oscar. Ja, nee, ik heb dadelijk nog. Ja, de naam van de zanger is Jan, maar verder... Waarom maakt niet uit, hè? Als het maar mooi is. Nee, ik durf het niet. Ik kan het zo niet zeggen, want... De eerste band die er was, was de... White, nog wat. En dan kwam... Is dat niet belangrijk, hè? Is niet belangrijk, hè? Jawel, is wel belangrijk. Vind ik wel, maar... Ik kom hier eigenlijk een beetje rustig een bier drinken, hè. Maar ik... Ze speelt goed en... Ja? Kom eens, kom eens. Speelt ze goed of niet? Prima. Ja? Wat is er nou zo prima aan? Het is terug in de tijd, hè. Is dit terug in de tijd? Ja. Is dit de 60s of wat is dat? Ja. Wat is de naam van de groep? Weet ik niet. Mag niet. Hoeveel bier is er? Dat is de derde, want ik ben pas een kwartiertje hier. En bevalt? Oh, het smaakt goed, grols. Nee, maar de muziek? Jawel, is wel leuk. Ja. Ja, ik vind dat wel mooi, een beetje rustig muziekje. Ja. Niet te gek maken, hè. En dan in Westendorp? Ah, oh, maar als het echt in Westendorp is, dan willen we dit graag, dus. Wat moet nou meer? Doen! Eén keer in het jaar op kermissen en dan één keer in de winter hadden we dit. En dan wordt elk jaar doorgaan. Alles zo? Ja, natuurlijk. Kom er even tussen. Ja. Hoe kom je bij zo'n waanzinnig idee om dit te doen? Nou, dat is geboren dat ik... Dat ik Frans nog wel eens tegenkwam hier of zo. En dan was het al die in zo'n optreden in behoorlijk kleine cafés en zo. En hadden ze een keer gezegd van, zouden ze hier eens proberen in Westendorp? En dan gewoon in de zaal. En dat liep wel eens, dat was behoorlijk goed. The Second Westendorp Blues Night. Ja. Wat een naam. Ja, dat is zo geboren. Dat kwam heel spontaan eruit zo. Hoeveel mensen zijn er binnen? Nou, 500-600 mensen, ik weet niet. Ongeveer. En dat is genieten? Ja. Ja, muziekliefhebbers zitten er allemaal. Die vinden wel wat dus. Is dat volgend jaar weer? Ja, als het gezellig is en zo, dan vind ik dat prima. Dan organiseren we volgend jaar wel weer, dat is geen punt. Is er nog in die organisatie nog iets misgegaan, of niet? Nog misgegaan? Oh, ik zal het niet meer. Elk jaar dan verander je wel eens weer wat. En dan, zoals nou met de gaat erover en bewaakte gaat erover. Dat was vorig jaar dus niet het geval. En nou, nu wel weer. En dan, zo elk jaar wel wat. Ik denk van, nou, dat moet veranderd worden of zo. En, Succes de volgende keer en vanavond nog. Ja, ja? Ja, dankjewel. Frans, ik ben de PR-man, de PR. Ja, wat zegt dat? Moeilijk woord, hè. Moeilijk woord. Nou, als iemand zorgt voor de reclame, en dan vrij mooi geluk, dacht ik. Lekker gezellig. Kan je zien hoe laat het is? Hoe laat is het? Hoe laat? Ongeveer 1 uur. 1 uur. Tot hoe lang duurt het? Een uurtje of 3. We zitten een beetje met een beetje raar schema, een beetje verlopen. Een beetje later begonnen. Hij nou de eerste keer toen je dacht, ik ga het organiseren samen met Gerrit. Hij toen ook gedacht, dat wordt niet wat. Of hij gelijk gedacht, dat wordt een grandioos feest. Ik heb er al in gelopen. En dat blijkt, dat kan. Ook in Westendorp. Ook in Westendorp. Dat is uniek, hè? Ja, wel. Dacht ik. Dacht ik wel. Ja, zeker mee. Ja. Zeker, man. Mag ik vragen welke plaats hier komt? Westendorp. Wat betekent dat zo'n blues night voor u? Wat betekent dat zo'n blues night voor u? Voor mij? Ja. Gewoon even gezellig met de Westendorpers weer in deze zaal zijn. Ja? Ja. En dat lukt? Ja, zeker. Ah!
Voor de krant. Ja. Hoe begint dat dan? Moeilijk. Moeilijk. En dan? Ik vind dat overrompelt me wel een beetje hier. Ja. Heb je niet verwacht? Nee. Ik heb daar net met de man door over gepraat. En toen dacht ik, dat duurt nog even. Maar nu moet het dus nog wel gebeuren. Nou, ik kom nog wel weer. Maar ja. Ik bedoel dit hier. Dat overrompelt hem ook. Dit hier? Ja. Wat jullie nu doen? Nee, dit hele feest hier. Nee, dat overrompelt me niet, want daar was ik op voorbereid. Ah, daar ging je expres naartoe. Daar ging ik expres naartoe. Dit is het? Dit overrompelt me wel. Nee, maar dit is het hier. Dit is leuk. De second Westendorp Blues Night. Is leuk. Waarom is dat leuk? Maar ik bleef er dat er in Westendorp zoiets gebeurt. Er gebeurt te weinig. Gemiddeld wel een beetje. Gemiddeld wel. Ja. Maar dit is voor jeugd en oudere jeugd is dit prachtig. Ja. Ja. Alle wit op. Dat is mooi. Alle wit op. Volgend jaar weer? Wat mij betreft wel. En ik wil ook iets meer stemmen had. Als het dan nou ligt, volgend jaar weer? Ja, zeker. Zeker weten. Waarom dan? Als het kan morgen. Ja, waarom niet?
Als ze nou liggen, volgend jaar weer doen dit? Zeker dat. Waarom dat dan toch? Omdat het prachtig is. Fantastisch, man. Fantastisch. Doen we dit volgend jaar weer wat u betreft? Of dit volgend jaar weer is? Ja, ja, denk ik wel. Waarom dan? Omdat ik vorig jaar ook al hier was. Ja, maar is het goed of is het niet goed? Iets meer blues, denk ik. Iets meer nog. Die band zeggen? De White Blues Band. Uit? Lobit. Hoe lang doen jullie dat dan? Ik zit er een jaar bij, maar die band bestaat een jaar of vier. 7 jaar. En waren jullie? Ja, in totaal 7 jaar. En waren jullie vorig jaar ook hier? Vorig jaar nee, waren we niet hier. We hadden alleen maar band uit de regio. Hoe is dat bevallen in Westendorp? Klasse. Waarom? Klasse. Nou, goed publiek. Alleen, ik vond het jammer in het begin, toen wij begonnen was er niet zoveel publiek. Mooie vrouwen hebben ze hier, mooie vrouwen. Hier mooie vrouwen. Dan gaan ze volgende week weer doen, hè? Hier. Volgende week dan gaan ze naar Silvolen. En dan komen wij ook. Rebecca en ik. En wie is en, ik? En nog veel meer mensen. Ingrid. Dit is dan niet Oostsoort muziek. Hey, dit is dan niet Oostsoort muziek. Dit is minimuziek. Eerlijk? Dat vind ik mooi. Ja, echt. Ja. Ik geniet. Ja, van varen vind ik wel leuk, maar dit vind ik wel hartstikke mooi. Dat is heel wat anders, hè? Nou, dat is wel heel wat anders, ja. Maar doen ze het een beetje leuk of niet? Nou, ik stel me iets meer voor van de laatste band. Ja, dat komt nog. Ja, dat komt dadelijk, ja. Ik ben heel bekend, ik ben beroemd, berucht misschien ook wel. De Second Westendorp Blues Night en de fanfare. Kan dat niet samen? De bakker is net nu zijn. Hij moet... Dat is niet heel goed. De bakker is in de nu zitten. Hij moet nemen. Dit heeft genoten, dit heeft genoten. De bakker heeft een, rondlopende groepen door. Schitterend. Jammer dat je dit. Mag ik vragen welke plaats u komt? Ja hoor. Welke plaats is het? Hè? Welke plaats komt u? Oh, een flauw idee, man. Weet je niet meer waar je vandaan komt? Sabo. Ronald, is dit een droom of is dit werkelijkheid? Dit is een droom. Waarom? Ah, dat is gewoon fantastisch, hè? Om hier te spelen. Maar, ja, maar waarom? Leg me dat nou eens uit. Ja, waarom? Nou, de sfeer, alles. Het is gewoon hartstikke gaaf. Organisatie zit goed in elkaar hier, of niet? Organisatie ook goed in elkaar. En betalen ze wel? Ja, dat weet ik niet. Daar moet je met de manager over hebben. Dat is niet belangrijk. Nee, voor mij niet. Muziek is voor mij belangrijk. Geld speelt geen rol. En welk soort muziek moet dat speciaal zijn? Blues. Ja. Maar ik zou wel vertellen, die Oscar Benton, daar wacht ik nu op. Maar dat is al 1:30 bijna. En die zou om 1:00 moeten spelen, hè? Dus dat lukt niet? Nee, het loopt uit. Straks moeten jullie nog een keer weer. Ja, dat wil ik wel doen, ja. Session. Ja, session. Dat ligt me wel.